De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat onze F-16's, behalve in Irak, ook in Syrië moeten kunnen bombarderen. Op straat wordt dat nieuws met gemengde gevoelens ontvangen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als het dan toch eenmaal gebeurt, dan maar allebei. Het lijkt me heel gevaarlijk. Dan zijn we ook in de oorlog misschien betrokken. Als je een gedeelte, laten we dat zo zien, bombardeert, dan moet je ook het andere gedeelte, want anders blijft het sudderen. Ik vind dat te snel gezocht eigenlijk om meteen te gaan bombarderen. Ja, hoeveel slachtoffers maak je die er niks mee te maken hebben op dat moment eigenlijk. Dus ja, wat bombardeer je eigenlijk is de vraag. Ik denk wel dat je de problemen op de plek aan moet pakken. Dat is natuurlijk het meest effectieve. Maar ik vind het wel ook een heel eng gegeven. Want ja, je weet niet hoe ver zo'n oorlog dan ook hier naartoe gaat komen. En ja, wat de consequenties financieel en ook qua angst allemaal gaat gebeuren. Ik vind het heel eng in ieder geval.